Ik ben hier 2 jaar geleden in de wijk gekomen en ik zat al een tijdje thuis. En ik dacht van, nou ja, weet je, we moeten wat gaan doen. En toen kreeg ik deze tip van iemand van, goh, kijk eens hier bij de oude Biep. En ik kwam naar binnen en toen dacht ik al van, ja, dit is mijn plekje. Met mensen werken, gewoon doen maar normaal, dat doen we al gek genoeg. Van afvalbakken pimpen tot het ontwerpen van een winkelcentrum, van buurtcafé tot straatfeest. In alle wijken en dorpen zijn bewoners bezig hun buurt mooier, groener en socialer te maken. Dat doen ze met elkaar, met de gemeente, met ondernemers en andere organisaties. In deze serie zien we hoe zo samengebouwd wordt aan een mooier en leefbaarder Groningen. Daarvoor gaan we in elke aflevering naar 1 wijk of dorp. In deze uitzending zijn we in Leeuwenborg. Leeuwenborg is een wijk met relatief veel bewoners die met weinig geld moeten zien rond te komen. Dat is sinds de jaren 80 zo gegroeid. In 2013 start de gemeente een project waarin een groep ervaringsdeskundigen aan Leeuwenborgers vraagt: wat betekent het als je moet rondkomen met weinig geld? Uit het onderzoek blijkt dat armoede grote invloed heeft op het dagelijks functioneren. Men heeft het gevoel stil te staan en schaamt zich over de eigen situatie. Er is geen geld om leuke dingen te doen en zo mensen te ontmoeten. Men raakt in een sociaal isolement. Veel mensen waarmee is gesproken gaven aan dat ze graag een plek willen waar ze anderen kunnen ontmoeten en waar ze zich niet hoeven te schamen voor hun situatie. Ook gaven mensen aan graag iets te willen leren. Vanuit deze behoeftes ontstaat in januari 2014 de Oude Biep. Nu, in 2019, bestaat de Oude Biep nog steeds en is levendiger dan ooit. Met zo'n 40 vrijwilligers, 5 participatiebanen, een tweedehands winkel, een cursusruimte en een stamtafel biedt de Oude Biep een plek aan veel Leeuwenborgers. Een van de mensen die zich dagelijks inzet voor de Oude Biep is Maria Ensing. Zij verzorgt 1 keer per maand de gratis warme maaltijd. Gemiddeld komen er zo'n 40 tot 50 eters. Het zijn veel vaste gasten wat je ziet en toch regelmatig zien we toch wel wekelijks ook wel iemand anders erbij nieuw aanschuiven wel. Dus het gaat echt wel mond op mond, gaat het hier wel door de wijk. Door scherp in te kopen weet Maria voor maar €50 per keer een volledige maaltijd te koken. Deze keer hadden ze geluk. Die poepoen hebben we gedoneerd gekregen van een gastvrouw die ook bij ons werkt. Die heeft een moestuin hier in de wijk. Ik was ook super nieuwsgierig natuurlijk hoe zwaar dat ding was. 19,7 kilo. Ook de lokale supermarkt doneert af en toe een maaltijd. Evenals andere ondernemers. Op de markt hier krijg ik bij de groenteboer korting. Dus dat scheelt alweer heel veel. En aanbiedingen jagen en gewoon prijzen vergelijken. En dat is ook een uitdaging hoor. Ja? Ja, tuurlijk. €50. In het begin was het echt wel moeilijk, maar het gaat me steeds makkelijker af. En op een gegeven moment heb je de kruiden ook al de vorige keer gekocht. Hè? Die hoef je dan nou niet mee te nemen. Ja, dat is dan wel mooi. Dat zijn wel dikke messen waar jullie mee werken. Ja, er zijn allemaal messen die ingebracht zijn. En de ene mes beter dan de andere, maar dat maakt het leuk. En heb je zelf een soort koksopleiding? Nee, totaal niet. Nee, ik ben echt een hobbykok. Ik heb de opleiding SPW gedaan. En alleen toen ik klaar was, toen begon de crisis. Toen gingen heel veel dingen fuseren en zo. En je hebt geen werkervaring, omdat je alleen maar stage hebt gelopen. En nou ja, van het een kwam het ander. En dan kom je thuis te zitten. En hoe lang zit je al bij de Oude Biep? 2 jaar inmiddels, denk ik. Ik ben begonnen hier als vrijwilliger. En toen kwam er een plaatsje vrij voor een participatiebaan. Toen vroeg ze of ik daar belang bij had. En nou, daar had ik wel heel veel zin in eigenlijk. Dus toen ben ik eerst gewoon als gastvrouw participatiebaan. En toen ging de coördinator van de gastvrouw die ging weg. Die had een betaalde baan gekregen. En toen werd gevraagd of ik dat op me kon nemen. En nou, ik heb natuurlijk ja gezegd. In de Oude Biep wordt een heel aantal activiteiten georganiseerd. Je kan er zingen, breien, sjoelen, klaverjassen, maar ook een massage ondergaan en schilderen in het inloopatelier. De Oude Biep is een stichting zonder winstoogmerk.
Naast de vrijwilligers en de medewerkers in een participatiebaan is er een algeheel coördinator. Deze wordt betaald door de gemeente. Verder worden fondsen geworven voor de activiteiten en een belangrijk deel van de inkomsten komt van de Biepshop. In deze inbrengwinkel vind je van alles, voor hele kleine prijsjes. We wilden inkomsten hebben, zodat we wat minder afhankelijk werden van de gemeentesubsidie. Maar we wilden ook bij onze visie blijven. We zijn er voor mensen die het gewoon heel financieel slecht hebben. Dus de winkel is ook voor mensen met een hele kleine beurs. Natuurlijk komen er ook andere mensen, die hebben dan mazzel. Maar in principe zijn we er voor mensen met een kleine beurs. Als je afhankelijk bent bijvoorbeeld van de voedselbank, je leeft van weekgeld, dan blijft er voor leuke dingen niet zoveel geld meer over. En dat is een groeiende groep mensen nog steeds. Caroline is een van de ervaringsdeskundigen die in 2013 het onderzoek naar armoede in de wijk hebben gedaan. Van daaruit heeft ze meegeholpen de oude Biep op te zetten. Kijk, goed, dank je wel, Gerard. Ja, ondertussen blijft het binnenkomen. Het is, vandaag ben ik alleen hierachter. En dat is, dan hou je het niet bij. Dan komt er meer binnen dan je aan kan. Dus aan het eind van de dag is het dan, dan kun je misschien tot zover lopen. En dan houdt het wel op. Dus mensen weten het wel te vinden? Ja, gelukkig wel. Ja, gelukkig wel. Het heeft wel moeten groeien hoor. Ja, we zijn toen hier begonnen. Er zijn nog steeds heel veel mensen die niet weten wat de oude Biep is. Maar op een gegeven moment van mond tot mond, en je doet natuurlijk heel veel in de wijk, weten mensen ons wel te vinden, steeds meer. Iedereen die binnenkomt in de oude Biep wordt begroet door een gastheer of gastvrouw. Zij bieden een kop koffie of thee aan en maken een praatje. Zo geven ze de gasten een warm welkom. Nou, ik kan hier mezelf zijn. Ik kan hier doen en laten wat ik wil. Ik ben gastheer, een praatje maken aan tafel. Ik kan meehelpen in de winkel. Ik kan mee op de auto. Dus ik ben van alle markten thuis. Het bevalt me heel goed. Ik heb 48 jaar bij Vlaar Enveloppen geweest. Daar was ik altijd onder de mensen. Ik was leidinggevende in de drukkerij. En ja, ik wou toch nog wat voor de maatschappij betekenen. Dus in de oude Biep, daar kan ik echt mijn ei wel kwijt. Het zijn allemaal mensen die een beetje ondersteuning nodig hebben. En dat trok mij wel. Je werkt hier wel, maar je krijgt ook heel veel vrijheid om je ideeën naar buiten te brengen en te doen. En als het mogelijk is, dan mag je het uitvoeren. En bij andere plekken zit je toch wel vaak dat de dingen al zijn bepaald waar je aan moet houden. En hier heb je samen, kun je beslissen. Zelfs de vrijwilligers hebben ook inspraak over iets. En ja, dat is gewoon heel fijn. Iedereen hoort er hier gewoon bij. Dat zal op een andere plek hoor je er ook wel bij. Maar dan zijn die dingen al een beetje vastgelegd. Er is weinig ruimte dan voor andere ideeën. Waar controleer je die broek nog op? In eerste instantie altijd op vlekken. Of beschadigingen, scheuren, gaten, verfvlekken. Dit soort, nou dat kan er af. Ik ruik ook altijd even. Want als het stinkt wil ik het niet in de winkel hebben. Ja. Maar wassen jullie het ook wel eens? We wassen het als het niet fris ruikt. Of het is vuil, maar kan schoon gemaakt, zeg maar, dan gaan we het wassen. Ja. Vind je wel eens iets dat je denkt van, oeh, kunst en kitsch? Jawel, er komen ook wat schatjes binnen. Er komen soms ook hele gekke dingen binnen. Er was ook een keer een heel klein muisje, bleek in een setje van 3 op een veiling €280 te hebben opgebracht. En het gekste is denk ik dat we een keer een klisma-apparaat hebben binnengekregen. Waarvan ik denk, ja, oké, tweedehands. Smaakt die? Goed, heel goed. Ja?
Ja. Het is hier altijd heel goed eigenlijk. Ja, ik ben al een paar keer geweest. Het was heel goed. Ja. Het smaakt uitstekend. Ja hoor. Ja. Ik heb niet vaak rijst, maar het is wel smakelijk. Heel lekker. Ja. Waarom komt u hier eten? Omdat het lekker eten is. En het is echt heel gezellig hier. Vind ik altijd. Ja, leuke sfeer. Maandagmiddags werk ik hier. En s'morgens en dan dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag kom ik hier elke morgen. Voor de gezelligheid, koffie drinken, een beetje babbelen. Ik vind de Oude Biep een leuke plekje voor de mensen die wonen hier. In de buren. Te komen hier te zien om elkaar voor de... Lekker eten, lekker koffie drinken samen, praten met iemand. Ja, ik vind het zo leuk. Ik heb heel veel verschillende baantjes gehad. Ik heb nog nooit zo'n leuke baan gehad als dit. Nee, dat is in de eerste plaats natuurlijk de omgeving. Het is bij mij in de wijk. Het zijn allemaal mensen uit de wijk die hier komen. Ook als vrijwilliger werken, maar ook als gast. Ik voel dat ik iets goeds doe, zeg maar, voor de mensen om me heen die het moeilijk hebben. En daar word ik zelf wel blij van, eigenlijk.